Leon Stougie. Tom Kouwenberg. Dit is Riddertje Spelen. Het spel. Het is Riddertje Spelen voor gevorderden. Voor gevorderden zelfs? Jazeker. Oké. Wat is dit? Waar kijken we naar? We kijken naar Mountain Blade 2, Bannerlord. En je bent een Bannerlord? Of, nou ja, je hebt... Dat is een goede vraag. Ja, oké. Goeie vraag. Wat belangrijk is om te weten is, in Mountain Blade draait eigenlijk vooral om de singleplayer, maar heeft ook best wel een uitgebreide multiplayer. In de singleplayer begin je als soldaatje in je eentje. En is het eigenlijk je doel om gewoon zo'n groot mogelijk leger te creëren om het hele land over te nemen. Om een Bannerlord te worden? Om een Bannerlord te worden. All right. Oké, maar wat we nu zien niet de singleplayer, toch? Nee, tijdens Gamescom hebben we de multiplayer gespeeld. En eigenlijk maar een heel klein onderdeeltje van de multiplayer. Want de multiplayer, zoals die ook in de vorige Mountain Blade was, is er nog steeds. En dat is bijvoorbeeld dat je gewoon met 200 man een kasteel aanvalt. 200 menselijke spelers. Oh, in één keer krijg ik flashbacks. Want ik zat te denken, ik ken deze game niet. Maar nu weet ik dat ik een huisgenoot heb gehad die dat superveel speelde. Dat was een hele trage, janky game af en toe. Ja, het is best wel janky inderdaad, maar het is wel echt heel vet. Vooral omdat je gewoon met 200 man dan of zo aan het vechten bent. Dus jij was hier met 200 Duitsers aan het vechten? Of, nee, dat is natuurlijk wel lastig op Gamescom. Dus hebben ze speciaal voor ons een andere modus meegenomen. En dat is de Captain modus. Daarin vochten wij met 3 tegen 3. Het kan ook 5 tegen 5. En dan voer je allemaal je eigen regiment soldaten aan. Oh. En je kan zeg maar kiezen of je met cavalerie gaat, met voetsoldaten of met archers. En jij bent gegaan voor cavalerie. Ja, wat en niet dat heel ging... succesvol was. maar niet langer. Nee, precies. Ik moet ook zeggen, ik heb echt best wel veel van de vorige Mountain Blade games gespeeld. Maar ik had even mijn skills die dag niet meegenomen. Ja, want je kwam echt vier met een paard aanrijden. Super ambitieus, dacht ik. Ik ga er even op af. Maar dat, en je werd ook gewoon net gruwelijk vermoord, of niet? Ja, en dat is... Inderdaad, als je vermoord wordt, dan switch je naar iemand anders van jouw groepje soldaten. Per direct ook echt? Gewoon geen respawn of iets? Nee, je kan op F drukken om het te doen. Maar toen wist ik dat al, dus dacht ik, gelijk door in die actie. Je was vaak genoeg dood gegaan voor deze opname. Ja, precies. Nou, dat viel op zich wel reuze mee, hoor. Vorig potje hadden we succesvol glorierijk gewonnen. Oh, netjes. Maar wat ik me nou afvraag is, je bestuurt allemaal één van je soldaten, die dan dus ook een soort van captain is over meerdere soldaten. Precies. Maar hoe weet jij of je met een speler aan het vechten bent, of met een soldaat die onder die speler staat? Dat weet je niet direct. In het begin ben je natuurlijk de leider van je groepje soldaten, dus dan zie je er net wat anders uit. Maar gewoon iets doper. Ja, precies. Goud, shit, bling, swag, alles. Je hebt bijvoorbeeld, ik weet niet of we dat straks gaan zien of niet, maar je hebt ook een soort soldaten die hebben een wolvenhuidje als... King in the North. Van. En die leider die heeft dus ook gewoon een wolvenmasker bovenop zijn hoofd. Oh, wat vet. Dus dat is wel, dan zie je echt dat de leider is. Maar... Zodra die sterft, word je gewoon onderdeel van de plebs. Dus dan zie je er niet meer zo bijzonder uit. Maar meestal zie je wel aan de speelstijl of iemand een menselijke speler is of niet. Yeah. Want je voert je legertje aan, dus ze volgen je. Ligt eraan wat je zegt. Je geeft orders, dus je kan zeggen van bescherm dit of val dit aan, volg mij, bescherm mij. Ja, en als het volg mij is, dan zie je natuurlijk één soldaatje voorop. Ja, dan weet je het. Ja, maar dan ga je natuurlijk ook hem pakken natuurlijk. Want je wil hem zoveel mogelijk bezighouden. Ligt eraan. Je kan ook eerst al zijn voetsoldaatjes uitmoorden. Dus als hij eenmaal doodgaat, dat hij denkt van... Oh shit, ik had best wel... In het begin dan was ik lekker mijn gangetje aan het gaan. Dan had ik eigenlijk helemaal geen idee waar de rest van mijn groepje was. En dan stierf je en had je geen... Was eigenlijk bijna iedereen al dood. En dan dacht ik van... Oh, wacht, waar is de rest van mijn gang? Ja, maar dan kun je op een gegeven moment ook niet meer respawnen, neem ik aan. Dan ben je er echt uit. Als jouw legerunit is uitgeroerd... Dan is het voor jou ook echt over. En dan is het aan de rest van je team om het te overleven. Alright. Maar dat is. Ik weet niet. Het heeft allemaal wel heel veel interessante spelmechanieken. Ja. Maar het zijn wel ook hele korte potjes deze. Natuurlijk voor Gamescom. Het doel is zeg maar of om de tegenstander uit te moorden of om alle vlaggen te veroveren. Nou, dat concept van die vlaggen veroveren zie je niet echt heel hard terug in de game, omdat we vooral allemaal bezig waren met elkaar uitmoorden. Ja, iedereen had een capture aanstaan en zoiets van ik wil gewoon dope kills maken. Ik wil gewoon die actie laten zien. Ja. Maar wat wel belangrijk is, wat je hier ziet, is dat je ook een beetje een afwisselend leger kiest. Dus als je allemaal als archers gaat, heb je niemand die de archers beschermt. Oh ja, dus je krijgt een beetje een meta
ja, precies. Compositie. En je ziet hier dus, ga ik als met de boogschutters. Ja. En iemand anders die gaat met cavalerie, die zie je nu rechts. En er zijn ook nog gewoon voetsoldaten die mij dan een beetje kunnen beschermen. Oh, wat vet. Oh, maar ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar ik denk dat dit competitief best wel leuk zou kunnen zijn. Weet je, het is geen e-sport materiaal, maar het is wel iets wat ik zou willen kijken op stream of zo, weet je wel. Dat mensen, dat echt goede spelers die goed samenwerken in een leger, ja, dit soort precies. dingen. Ja, dat is natuurlijk ook heel vet als je niet in deze modus, maar dan die gigantische gevechten hebt waarin je met 100 man een kasteel aanvalt of 200 man op de open vlakte. Dat ziet er natuurlijk ook legendarisch uit. Ja. Ik moet wel zeggen, de game is qua grafische prestatie niet echt triple A materiaal. Nee, precies. Dat was ook wel een beetje het ding bij de vorige game. Die komt uit 2010 of zo. Okay, het zag er eigenlijk niet echt heel goed uit. Nee. En dat is hier, dit ziet er wel beduidend beter uit als de vorige. Nee, dat wou ik zeggen. Maar het is grafisch. Ja, het is niet heel hoogdravend. Maar het is natuurlijk niet van een hele grote ontwikkelaar of zo. Nee, maar dat hoeft ook niet. Ik vind het al mooi dat ze een stap vooruit hebben gedaan op dat best wel janky werkende eerste deel. Ja, en het is wat ook meespeelt natuurlijk, is dat je gewoon gevecht in een single player kan hebben met 500 man of zo. Ja. Dus die moet allemaal aangestuurd worden. Dat kost ook wel aardig wat resources. Ja, dat is wel een aardige CPU die je daar even op kapot laat branden. Maar ja, then again, ik vind het er wel gewoon, dit ziet er heel prima uit. Dit is, weet je, het is niet legendarisch, maar het kan er zeker mee door. Ik ben vooral ook heel benieuwd of er customization in gaat zitten. Want als je dit lang wil spelen, je wil echt een goede bannerlord worden, dan lijkt het me wel gaaf als je, weet je al, dit soort wolvenhuidjes of zo, dat je die dan zelf kan gaan claimen of vergaren. Of laten we niet beginnen aan microtransacties en pakketjes openen, maar het zou leuk zijn als er wat metaprogressie te boeken is. Ik denk dat in de multiplayer met echt skins of zo niet zo gaat zijn. Wat je wel zag net toen ik mijn legerunit selecteerde, is dat je kan perks kiezen, een tweetal perks. En dus afhankelijk waar je op wil focussen. Bijvoorbeeld dat je of meer melee damage doet, of bijvoorbeeld een beter panzer hebt, zulke dingen. Ja. Oh dude, wat vet wat je nou hier doet, man. Ja, heb je die guy? Ja, dat was best wel een zieke kill. Daar was ik wel trots op. Wat vet. Oh, dat is echt bruut. Want ik was heel benieuwd. Oh ja, er staat dus wel ook hoeveel damage je delivered. Want anders is er heel weinig. Je vuurt zo'n pijl af richting die paar pixels daar in de verte. En je zal me god niet weten. Ja, je moet een beetje inschatten hoe snel de pijl daalt en zo. Ja. Dus, maar het is inderdaad, je ziet wanneer je damage doet. Ja, dat is wel fijn. En wanneer je ook damage neemt, dat is ook wel fijn om te weten. Ja, precies. Want het zal niet heel erg opvallen als iemand toevallig een pijl in je kleine teen mikt of zo. Nee, maar je gaat best wel snel dood, dus het is inderdaad wel belangrijk dat, om te dat weten. Dat hoort er ook al bij. Ja. Maar hier zie je dus hoe zwak zeg maar een archer unit is als ze eenmaal een beetje in de strijd zitten. Want zo'n paardje die komt erop afgerend bent echt in één keer is je halve unit. Nee, gewoon, maar jouw ligt unit op de grond, verdedigt je goed, man. Je verdedigt je gewoon het feit dat je gewoon even overschakelt naar die axe en gewoon dat paard neerhaalt, dat is dope. Dat was wel een van mijn betere acties, ja. Daarom was je ook zo van, Tom, kunnen we deze video daar hier beginnen? En ondertussen ben ik hier op mijn gemakje gewoon al die infanterie soldaatjes aan het neermalen. Ik hoop dat je nog, want ik zat te denken, hoe doet je unit het, maar je hebt nog mensen. Ik had nog best wel veel mensen over in. Ja. Ja, dat werkt niet als je hier gaat lopen zwaaien, maar. Oké, ik vind ook de ragdoll effecten zijn wel heel fijn. Oh! Loot jij daar nou gewoon die... Jij loot hem gewoon keihard. Ik dacht even oppakken, weet je. Wat een BM move. Ja, precies. Maar dat zijn dan ook dingen, daar ben ik gewoon heel benieuwd naar, van hoe ze dat willen doen met komt er loot, komt ja, er... Ja, dat heb je sowieso in de singleplayer heel erg natuurlijk, want dan is het ben je constant bezig met betere zwaardjes verkrijgen en zo. En ook voor de rest van je leger. Het kan zijn omdat we nu dit kijken, maar ik heb heel erg een vibe van de singleplayer boeit me niet zoveel. Dit is vooral multiplayer heel tof, voor mij dan, hè. Persoonlijk zou ik de singleplayer denk ik niet eens aanraken. Dat is nu omdat je niet weet hoe vet de singleplayer is. Yeah, I guess, maar ik ken het principe van Mount & Blade. En ik vond dat gewoon, weet je wel, wat jij zegt. Het zijn die epische gevechten met 200 man een kasteel bestormen en dergelijke. Maar dat heb je juist op een gegeven moment ook wel in de singleplayer, hoor. Als je eenmaal een beetje een groot leger vergaard hebt met, weet ik wat, 50 man of zo. Dan kan je ook met... je sluit je dan aan bij een koning bijvoorbeeld. En dan heb je gevechten met andere bannerlords. Zodat je met, weet ik wat, een stuk of 5 bannerlords strijdt tegen 5 anderen. Dus dan heb je gewoon 1000 tegen 1000. En dat gebeurt niet allemaal op dezelfde map op hetzelfde moment. Omdat je computer dat gewoon niet trekt. En de game ook niet. Maar Okay. Zeg maar dan, op een gegeven moment zijn er genoeg mensen dood. En dan komen er reinforcements bij.
Ja, ja, maar dat is, ik denk dat dat tof is, maar ik zie dit gewoon meer als een hele toffe multiplayer ervaring. Sowieso, deze modus heeft me wel echt verrast in hoe tof het was. En ja, het ziet er ook leuk uit. Ja, ik heb in de vorige Mountain Blade game eigenlijk zelden multiplayer gespeeld. Maar nu ben ik best wel overtuigd om gewoon deze modus ooit, als de game uitkomt, ook wel eventjes te gaan proberen. Ja, nee, absoluut. Ik zie ook dat je nou voor de Dothraki stuff bent gegaan. Ik vind het ja, met bijlen die je kan gooien en wat gigantisch. Please, maak een kill door een bijl te gooien. Maar ja, nee, ik denk dat we vol zitten. Ik denk dat we hem eruit gaan gooien. Vind je ervan? Final thought. Ja, ik vond het heel vet. Maar ja, ik vind Mountain Blade sowieso vet. Dus ze hadden me eigenlijk al overtuigd voordat ik de game speelde. Mountain Blade 2, 10 out of 10. Precies. Ik hoef het niet te spelen, doe je? Nou ja, zeg maar, het enige ding is, die game is in 2012 aangekondigd. En ze hebben nog steeds geen release datum. Oh, wow. Oké, maar het feit dat er al iets speelbaar is en dat het al vermakelijk is... Dat is wel vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. Want toen heb ik eventjes wat gameplay gezien van een kasteel dat aangevallen werd. Wat wel echt veel uitgebreider is dan in de vorige Mountain Blades. Maar nu is hij eindelijk speelbaar. Ja, en dit ziet er tof uit. Ik voel een... Ik zal niet zeggen dat ik aan het hypen ben, maar ik vind dit heel interessant ook. Dus ik ben benieuwd hoe dit uit gaat pakken. En laten we gewoon hopen dat hij... Oh, wat een lijpe killer. Ja. Laten we gewoon hopen dat hij volgend jaar verschijnt. Misschien eind dit jaar al, maar dat lijkt me als ze nog geen release datum hebben. Maar ergens volgend jaar zou wel heel fijn zijn. Ja. Nee, we gaan het zien. Mountain Blade 2, Bannerlord. Leon Stouwvie, bedankt voor deze 1 awesome gameplay. 2 verduidelijking van wat dit precies is. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Ik was erbij. Ik was er. Hi. Tot snel. En check de preview op gamerset.nl.